In de aflevering van gisteren gaan Isabella en haar date Jeffen onomkeerbaar ver de diepte in tijdens een schildersessie. De frontale kwap van Isabella draait onbetaald vinken over uren, is de aarde nou eigenlijk plat of rond. Waar Jeffen er vrij zeker van is dat de aarde rond is, heeft Isabella zo haar redenen voor twijfels. Ze bekokstoof ter plekke een theorie waaruit zou blijken dat de aarde plat is. Zo zou je volgens haar van de planeet af kunnen vallen, want er is water. Je valt dan in het water, zegt ze met een triomfantelijke blik in haar met nepwimpers beplakte doppen. Wanneer Jeff een opmerkt dat water een deel van de aarde is en je er dus niet vanaf valt, gaat het licht volledig uit in de zolderkamer van Isabella. Maar waarom is i dan niet vierkant? Prachtige meid, zolang ze niks zegt. Lang leven de liefde heeft het fragment op Instagram geknikkerd en kijkers geloven hun oortjes niet. Stuur deze mensen die dit geloven even met zonen allen in een raket. Weten ze gelijk dat de aarde gewoon rond is, schrijft iemand. Iemand anders probeert het positief te benaderen, prachtige meid, zolang ze niet zegt. Een grootste denker die op Instagram opereert onder de naam leef-geniet-bewust denkt echter dat Isabella een punt heeft. Zij haalt uit naar alle nitwits in de reacties. Je merkt aan de reacties dat dit allemaal propaganda believers zijn. Van die aan de buis gekluisterde simpele zielen zonder gezond verstand. Van die woke figuren die thuis op de bank ploffen en alles geloven wat op tv komt. Nee, ik kijk geen tv, dit fragment kwam ik tegen. Een bol is de aarde zeker niet. Wat wel, interessant om je in te verdiepen.